Yo mensen, mijn naam is Job en welkom terug op het kanaal Job naar de Top. En vandaag doen we een kleine koersrecap. Te beginnen bij zaterdag 29 juni. Een ploegentijdritje in de clubcompetitie. Het doel van de ploegentijdrit, zo snel mogelijk, van start naar finish, met je team, zonder elkaar kapot te rijden uiteraard. Voor ons was dat helemaal belangrijk, want je mag met 6 man starten, maar wij stonden helaas maar met 4 man aan de start. Dus ja, we mochten niemand verliezen, want de vierde tijd telt. En daar is de goal gegeven, dan waren de 5 stotjes en onderweg. Uiteindelijk moesten we 22 kilometer met z'n vieren. Over die 22 kilometer reden we net iets boven de 49 gemiddeld. Waar ik denk dat we als team best wel trots op mogen zijn. Uiteindelijk zijn we de 18e club geworden in de clubcompetitie. Helemaal tevreden mee. Ik reed op de tijdritfiets van mijn broer. Ja, super chill. Zat ook een powermeter op. Ik reed over de tijdrit, reed 357 watt gemiddeld. Best wel tevreden dat ik in die houding ook mijn vermogens kwijt kon. Volgende dag, zondag 30 juni, stond ik aan de start van de ronde van Beverwijk. Een relatief klein pelotonnetje van zo'n 40 à 50 man. In de eerste paar ronden zat ik te veel van achter en was niet scherp genoeg en reden er 4 man weg. Ja, dat waren 4 hardrijders en die hebben de hele koers niet meer gezien. Ook mede door het ploegenspel kwamen we gewoon niet dichterbij met het peloton. Gaatje, gaatje! Kilometer dacht ik, oké, nu gaan we even het gas erop gooien. Toen kwam ik weg met een groepje, met 6 anderen. Toen moesten we nog 30 kilometer en zijn we gewoon met z'n 6 zo hard mogelijk gaan rijden om te proberen bij de eerste 4 te komen. Uiteindelijk kwamen we niet meer bij de eerste 4. En moet ik eerlijk zeggen dat ik mezelf ook helemaal kapot had gereden. Maar best wel tevreden, want uiteindelijk werd ik dus 10e. Quinte Veiling wint uiteindelijk de koers. Best wel een goed gevoel over de koers. Ik merkte echt wel dat ik gewoon een beetje kon kiezen wanneer ik echt hard wilde rijden. En ja, dan merk ik ook echt wel dat ik een beetje het verschil kon maken. Dus ik kijk best wel tevreden op terug. Donderdagavond 4 juli om 7:30 stond ik aan de start van Slag om Ambacht. Een criterium in Hendricks Ido Ambacht. Vorig jaar reed ik er ook. Ik kende het rondje. Vorig jaar heb ik eigenlijk de hele koers achteraan gereden. Dus deze keer dacht ik gelijk, dat gaan we anders aanpakken. Dus ik ging gelijk vanaf de start gewoon volle bak. Zo reed ik samen weg met deze twee renners van DRC De Mol. Ja, ik kende het rondje van vorig jaar. Het is een technisch rondje qua bochten. En ja, de jongens gingen echt hard door die bochten. En ik moest op het begin nog best wel wennen aan de snelheid, hoe hard ze door de bocht heen gingen. Uiteindelijk wisten we ongeveer 4 rondjes weg te blijven. Sprintje te pakken. Ja, toen sloot het peloton bij ons aan en wist ik me op zich redelijk te handhaven voor in het peloton. Maar later in de koers zakte ik toch wat terug. Uiteindelijk reed hier ook een kopgroep weg, zat ik niet bij. Het ging gewoon heel erg hard en ik kon dat gewoon niet bijbenen. En positionering op dit rondje is heel belangrijk, maar was ook heel lastig omdat het echt zwaar is in het bochtige gedeelte. En ik had niet de benen om op het stuk waar je kon inhalen om in te halen. Uiteindelijk wist ik hier als 19e over de finish te komen. Ja, best wel tevreden. Gewoon weer in top 20. Mooie uitslag.
Koen Vermelvoort, die wint uiteindelijk de koers. En nu ga ik door naar de volgende koers, want zondag 7 juli sta ik aan de start van Omloop van Zevenheuvelen. Weer in de clubcompetitie, een klassieker. In de buurt van Nijmegen, mooi parcours, super zwaar, korte klimmetjes. Ja, super veel zin in, ga ik gewoon weer knallen. Als je dat wil zien, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal, doe even een duimpje omhoog. En dan zeg ik voor nu, adios!